Dat het van buiten een prachtig historisch gebouw is, weet bijna iedere toerist en inwoner van Delft. Maar van binnen was dat toch een beetje anders. Het was uitgewoond, het voldeed niet meer aan de eisen, dus er moest echt iets gebeuren. En dat gebeurt ook. Het afgelopen anderhalf jaar is het pand grondig verbouwd. Het gemeenlandshuis bestaat eigenlijk uit drie delen, waarvan het oudste uit het jaar 1505. En die worden grondig aangepakt. Gevolg? Veel meer licht door atria. En ieder deel van het gebouw heeft nu een eigen grote open ruimte als centrum. Ook komt er met de renovatie een einde aan een wirwar van gangetjes. Door die atria en overdekte patio's hebben we als het ware rondgangen gecreëerd. Dus ik weet nog goed, toen we hier waren, was er een anekdote van de medewerker die zei van soms moet ik met mijn collega teruglopen naar de ingang omdat hij anders verdwaalt in het pand. Dat is nu verleden tijd. Dus je kan daar altijd je weg weer terugvinden? Inderdaad, ja. De renovatie kost vele miljoenen. Als de plannen ruim 2 jaar geleden bekend worden gemaakt, ontstaat daarop nog wel enige kritiek. Ja, inclusief BTW was 18,5. En dat is volledig opgebracht binnen de exploitatie. Dus we hebben gebouwen verkocht, we hebben gebouwen de huur beëindigd. Het is veel zuiniger, dit gebouw. Dus we hoefden niet extra geld te vragen aan de belastingbetaler. Het vernieuwde gemeenlandshuis is nu ook veel duurzamer. Zo wordt hemelwater opgevangen in de eigen binnentuin en staan er bijvoorbeeld nauwelijks nog printers. Het gebouw biedt onderdak aan in totaal 425 mensen die geen eigen werkplek meer hebben. Het nieuwe werken. Dat geldt ook voor de dijkgraaf zelf, die daarvoor zijn monumentale kamer moest opgeven en nu ook een flexibele werkplek heeft. Nou ja, kijk, we leven in de 21ste eeuw en dan kijk je ook, als je van medewerkers veel vraagt, moet je ook zelf het voorbeeld geven. En ik vind het eigenlijk helemaal geen punt. Het werkt ook, want ik ben natuurlijk ook veel op stap of buiten het gebouw. Dus waarom zou ik een kamer de hele dag leeg laten staan?